Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe YouTube-video. Jazeker. Vandaag iets minder fit dan normaal, aangezien het nieuwe jaar is en we allemaal zijn aangestoken door het griepvirus wat hier rondhangt. Ja, je hoort misschien een beetje aan Maxime de snot. Ja, ik ben echt helemaal verkouden. Maar jullie verwachten een nieuwe video van ons, dus wij zijn er gewoon. En in onze nieuwe studio! Woehoe! Hij is nog niet helemaal af, zoals je ziet. Er moet nog wel veel gebeuren. Maar, hey, de muur is los. Er staat een kast. Er staat een award. Want ja, die hebben we verdiend. Award. Dankjewel. Het is geweldig. Wat gaan we vandaag doen? Goeie vraag. Wat we vandaag gaan doen, wij gaan vandaag iets super leuks doen. Namelijk op de cringy TikToks reageren van vroeger. Ja, ja. We hebben nog echt hele, hele cringy video's online staan. En die gaan we weer even lekker naar boven halen. Het is niet dat we sowieso geen cringy video's maken, doen we altijd. Ja, maar dit is het toppunt van cringe. Gewoon zeg maar van die video's waarvan je dacht, oh, dit is echt cool. En dan kijk je later terug en dan denk je, nee, nou, dat is echt niet cool. Eigenlijk wisten we van heel veel van deze video's wel van tevoren, dit is cringe. Maar op dat moment was TikTok soort van, over het algemeen, redelijk cringe. Dus ja. Je blende erin. En soms maakten we expres cringe video's gewoon omdat we het heel grappig vonden. Klopt. En of we wilden kijken wat onze kijkers het ook cringe vonden. Maar we gaan even de telling erbij pakken. Want wij hebben namelijk een lijstje gemaakt. Ja. Met vreselijke video's. Gaat goed kijken? Ja. Oh. Dit is gewoon die... en dat deden we zo vaak. Gewoon van dit soort video's. POV, you see the two quiet girls in your class become popular. Hashtag glow up. Sommige reacties ook. Oh my god, jullie zijn gewoon een nieuwe Lisa en Lena. Ik wil ook zo populair zijn als jullie. De volgende. Oh! Ja, deze ook. Oh, erg. Hier zit ook echt een verhaal achter. Vroeger was het gewoon cool als je kon samenwerken met iemand die wat meer volgers had dan jij. En deze artiest was niet eens groot, maar die vroeg, oh, kun je mijn nummer anders promoten? Dan deel ik jullie op mijn story. Op mijn YouTube, wij dachten echt van... Ja, misschien halen we daar wat followers uit en misschien werkt dat wel. Dus dachten, weet je, we gaan ze nu wel even een dansje doen. En wij kunnen ook niet dansen. Dus nee. Jij kan dansen, ik kan niet dansen. Bij jou ziet het er echt nog wel... We gingen ook helemaal een skatepark opzoeken. Een coole locatie, coole kleding. We hebben echt moeite gedaan voor niks. Nee, laat hem kijken. Wat is ook die... Maar waarom wij gaan niet weg? Doe je zo... Ja, wat moet je anders doen? Gewoon, ja, oké, dat is waar. Je kan wel minder dingen doen dan alleen dit. Ja. Baby. Volgende. Ik ben ook niet van steen. Misschien als steady stone. En soms spook je nog steeds. Door mijn hoofd. Bedankt voor je plan, want je plan weer als nooit tevoren. En zonder jou is het geen muur. Ik ben ook niet van steen. Nog een keer. Zonder jou. Nee. Huh? Zonder jou was er geen muziek. Zat. Zonder jou was er geen muziek. Oh, en dit lied. We haten het lied sowieso al. Ja, we vonden het lied zo kut. Ik begrijp ook niet dat we hier TikTok. En dat vonden we juist grappig. Dit vonden wij grappig, juist. Omdat het lied zo kut vond. Ja, maar niemand gaat het begrijpen. Nee, daarom. Het was gewoon een onderontje. Where are our Dutchies? Die caption. Al die captions zijn ook Engels. Allemaal. Ja, we dachten, misschien kunnen we wel viraal gaan. Misschien kunnen we internationaal gaan. Maybe we need to talk English right now. So we can still go international, you know. Oké, nee, laten we snel deze skippen en ik wil een andere zien. Almost 10.000 followers. Thank you guys so much. We love you. 10.000 ook? Ja. Wow, dat is heel lang geleden. 2019. In april. Het is echt lang geleden. Bijna 4 jaar geleden. Ja, maar toen hadden wij nog maar net een soort van een TikTok-account. Toen was TikTok nog echt niet zo groot als dat het nu is. Nee. Maar oh my lord. Toen was dit een trend. Dat... Nooit meer. Beloven jullie, dit doen we niet meer. Ben je klaar voor de volgende? Nee. Ja, doe maar gewoon, maar ik ben er niet klaar voor. Nee, ik zie het al ook.
Jij valt nog mee. Ik heb nog een normale outfit aan. Maar oké, wel een soort van met je crazy. Ik zou... Doe. Ja, dat is wel... Maar ik ben een fucking leeuw en ik heb... Katten dingen op je gezicht. En zo naar mijn vriend die dit lied haat. En wij een super gaaf TikTok hebben gemaakt. Oh, dat was ook. Alles was altijd versteld. Gewoon vroeger. Ja. En dat maakt het nog zoveel lelijker dat het versteld was. Waardoor je echt zo van... Besef, als je dit opneemt, doe je dus dit, hè. Hey. Ja. I'm a zebra. Ah! Steven, iemand loopt die kamer in. Dat is toch helemaal fucked up. Ja, dan komt je moeder binnen, zit je zo. Hey, I'm a zebra. Ja, nee, dat doen we gewoon niet meer. We skippen dat wel. Weet je wat we niet gaan skippen? De volgende video. Dat dansje. To the sky high, together, we take it high. Ja, maar dat was het dansje. Dit dansje moesten we doen. Ja, oké. Okay. Dansjes kunnen erger. We hebben ooit een dansje gedaan, dames en heren. Oh, dat dansje. Zullen we die er even bij halen? Dat dansje is echt ultra... Ja, dat is echt het toppunt van cringe. Het was trouwens ook een samenwerking. Ja, dit was een samenwerking. Weet je, het was met sommige samenwerkingen vroeger. Die hadden gewoon een dansje voor jou gemaakt. Ja. We haatten ten eerste dansen al. En ten tweede, die dansjes sloegen echt vaak helemaal nergens op. Ja, we gaan nog gewoon bekijken. Als ik deze broek nog een keer aandoe, dan... Ik kan die broek ook niet aan. Die heb ik weggedaan, maar ik heb niet eens meer inpas. We hadden wel lekkere kleurrijke kleding aan. Maar wij droegen toen op dat moment heel erg vaak kleur. Deze. Misschien die. Oh ja, die is ook heel of die, erg. Of die. Die is ook nog wel heel erg. Oké, ja, die is ook erg. Jouw telefoon was kapot gegaan door deze video. Ja. Nou, kapot. Er kwam water in mijn soort aux of zo, waardoor die helemaal krekte. Nou, die geluid. Ja, ja. Niks aan deze video is cool. Alles is gewoon zo... POV, we went upstairs at a party, but we saw you cheating with another girl. Oh, we waren naar boven gegaan bij een feestje. En toen zagen we jou vreemd gaan in die kamer. Dus daar hebben wij wat water in jouw gezicht gegooid. Maar die acteerskills. Ja, maar dit is dus wat er gebeurt als jij cheat op een van ons, hè? Ja, dan gaan Sander. We, ja. Ja, dan gooit Maxine het tasje en ik gooi het drank in je gezicht. Waarom heb ik het glas ook niet erachteraan gegooid? Het was misschien nog spectaculairder geweest. Hallo, bol. We gooien dit ook in jouw ouders slaapkamer. Dat weet niemand. Sorry, mam. Ja, ik zie hier een video. Die moeten we eigenlijk ook gewoon nog even bekijken. Ja, toen kreeg ik op een gegeven moment een relatie met Sander. Hier hadden jullie volgens mij nog geen relatie. Nee, dat kan wel. Dat deden we volgens mij alleen nog maar. Ja. Oh, arme Sander. Ik vind het echt zielig dat hij jou mee heeft gedaan. Ja. Maar het is wel nu. Je kan er wel aan de ene kant een beetje op lachen. Je kan wel om lachen. We hebben nog veel meer erge video's gemaakt. Zullen we een deel 2 hiervan maken? Ja, we gaan zoveel deel 2 maken. Want er zijn van deze genre die we nu laten zien, hebben we er veel meer gemaakt. En dit noemen we even de Russische content. Ja, heel veel Russen maken dit altijd. En wij dachten, oh, wij gaan het in Nederland brengen. Fucking cool. Ja. De bedoeling van Russische content is, er zit geen tekst onder. Nee. Waardoor jij dus... ieder land kan het zien en iedereen begrijpt het. Dus je spreekt eigenlijk met je gezichtsuitdrukkingen. Dus het is allemaal heel van... Oh! Ja, en het idee is, je gaat een soort van dramatische story vertellen. En dan heel overdreven en dan heel erg... Mm-hmm. Ja, kijk maar gewoon. Jij kan
kan er ook niet je lach in houden. Ik zit zo close. Bij gewoon zo tering hard in de lach schieten. Ja, je wordt hem heen. Maar ik heb die shot heb ik heel vaak opnieuw moeten doen. Want iedere keer ik zo. Omdat ik moest ook Sander aankijken. En hij kijkt mij zo aan. En ik moet dan heel dramatisch die portemonnee hebben. Dat kan je niet serieus nemen. Je hebt hier ook roze haar. Ik ook nog een beetje. Ja, we hadden ons haar toen roze geverfd. Ja. Hij pakt je portemonnee! Hoe redden je flauw valt? Echt, maar niet zeg maar. Ja, wat, je gewoon zo deur doet. Maar gewoon echt. Dit, oh. Wat was de caption? Oh, what would you do? Oh, wat zou je doen in deze situatie, jongens? Doe nog meer zoals dit. Oh, Sarah vond het leuk. Nou, lieve mensen, dit was alweer de video. Maar niet getreurd. Er komt een deel 2. Ik vond het leuk. Ik vond het cringe. Ik vond het cringe. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan even een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jou bij de volgende video. Doei!